Hallo kijkers van Harmenfrode en welkom bij alweer de 100ste Harmenfrode vlog. En ik weet het wordt de allerraarste vlog die je ooit gezien hebt. Ik ga niet tijden, denk ik. Dat is niet waar. Nee, ik ben niet kindonvriendelijk. Ik ben wel in aardappelformatie. Wil je met me trouwen? Hallo. Hallo kijkers van Harmenfrode en welkom bij Harmenfrode vlog 100. Hey, hoi, hallo. Je vraagt je vast af, wie is deze jongen? Dit is Leon. Leon is een van mijn allerbeste vrienden, broertje, neefje, je weet het wel allemaal. En hij helpt mij vandaag met het opnemen van het eerste deel van Harmenfrode vlog 100. Je gooit me ook gewoon echt weg. Ik ga nu het bompakket neerleggen. Oké, heel slecht idee nu al. Niet leuk voor de vlog. Nee. Wie wel leuk voor de vlog doet, is Leon. Die mij helpt met het bezorgen van bompakket bij Guido die niet opneemt. Guido, neem op. We kennen elkaar 15 jaar op dit moment. Waarom neem jij niet op? Go en check of het er nog ligt. Wij zijn net aan het controleren of dat pakketje er nog ligt. Na 5 minuten. Na 5 minuten zit er iemand over dat pakketje heen gedoken om het te pakken en naar binnen te brengen. Nu al, hoe? Ouwe, ik dacht dat het... Standaard. Okay, bij Christel ging het al fout. Nou, dit is nog erger. Ik schrok zo hard, hè. Bamboe. Ik voel me ongemakkelijk worden. Ze zijn dus nu aan het tennissen. Maar die moeder zei, omdat die vader dus al lang aan het tennissen was en die waarschijnlijk best wel moe is, heb je dus kans dat ze zeg maar zo meteen wel naar huis komen. Dus die moeder zei, ja, als je dan zeg maar... Als je die vriend even ophaalt, kunnen jullie binnen wel even lekker wat drinken. Ik dacht juist, dit wordt de beste editie. Oh. Gaan. Kom, we vluchten naar boven. We hebben ons verstopt. Hij heeft niks door. Je mag beneden komen als je wil. Oh. Wat is dit? Oi. Leon en ik waren even langsgekomen. Leuk. Hey, hoi, hallo. Je vraagt je vast af, wie is deze jongen? Dit is Guido. Guido en ik gaan way back. We kennen elkaar al bijna 15 jaar en aangezien ik 16 ben, is dat ongeveer mijn hele leven. Dus ja, Guido, kom maar in. Hallo. Eigenlijk hadden we iets voor je meegebracht. Ja. Waarom? Waarvoor heb ik dit te danken? Dit heb je te danken voor de 100ste Harmenfrode vlog. Dankjewel, Harme. En eigenlijk, het is nu zo raar. Oké, we stonden dus ongeveer een uur geleden voor jouw huis. Is het hier niet een uur? Wat? Nee, nou ongeveer wel. We hebben dit dus voor jouw deur gelegd. Zelf. Hier doen we niks beters te doen. Niks beters doen? Dit is de Harmenfrode vlog 100. Dit is mijn baan. Nou, dankjewel Harmen en Leon. Ja. Moet ik dit openmaken? Ja, dat denk ik wel. Dan moet ik dit vasthouden. Ja, is goed. Ik heb het heel erg in de war. Ja, maar ik moet het niet opeten. Met een obesitas, hou jij maar vast. Ik ben zeg maar 1 keer hier binnen geweest, maar dat was omdat jij zeg maar te laat was met klaarmaken voor naar Hema gaan. Dus toen ben ik 1 keer binnen in je woonkamer geweest, maar nooit in trok. Ik herken het wel van TikToks. Kijk, mijn vader zit in mijn schuur. Jouw schuur? Zou jij naar huis wou? Heel graag wil ik nog even niet naar huis. Mooi! Daar staan de mensen naar. Haha, fuck out. Oh, ja, dit is heel ongemakkelijk, we gaan weer. Guido is altijd iemand geweest die echt tijdenlang ons heeft geholpen met alle vlogs. Want hij is in heel veel vlogs geweest. En daarom zijn we bij hem langs geweest voor Harmenfrode vlog 100 natuurlijk. Waar je nog steeds naar aan het kijken bent. Iemand die vooral in de laatste vlogs heel veel voor ons heeft gedaan. Is Tamar. Die bij Schotland. Jij ook. Ja. Maar die is in Schotland heel veel in mijn vlogs geweest. Waarvoor ik even wil bedanken. Dus zij is persoon 2 waar we langs zijn. Het is nog dezelfde dag als bij Guido. En we hebben nog een hele hoop andere mensen waarbij we langs gaan. Niet altijd wij met z'n tweeën, maar soms wel. Dus dat is eigenlijk de status van vandaag. Jij krijgt het pakket. Ze heeft het geopend, we gaan nu video bellen. Volg me op Instagram, Leon.Bezing. Net als TikTok. Nieuw TikTok. Nou, video bellen. Nee, ze heeft nog niet geopend. Maar je zei ze heeft het geopend. Ik wil wel even mijn Insta promoten. En dat kan nu. Omdat het jezelf overkomt. Ik ga niet Tamar bellen. Wil je Tamar bellen? Hey, hoi, hallo. Je vraagt je vast af,
Wie is dit meisje? Dit is Christel, Leons allerbeste vriendin en altijd onze steun en toeverlaat bij het maken van keuzes midden in de vlog. Dan bellen we haar altijd. Dus Christel, kom er maar in. Stom niks op, wat moest die? Je krijgt... AirPods Pro. Oh, wacht, een auto. Oh fuck, we gaan dood. Oh nee, wacht even. Oh! Auw! Oké, we staan hier al 1 uur en 5 minuten. Over 10 minuten staan we hier langer dan bij Christel. Dan hebben we er ook geen zin meer in. Dan gaan we. Ja. Dan nemen we het ook gewoon weer mee. Lieve Tamer. Na 5 kwartier voor je huis geven we het op. Je bent er blijkbaar niet. Nog gefeliciteerd met vlog 100. Je hebt mij en mijn kanaal geweldig geholpen. Heel veel liefs, Harme Frodo en Leon Meesteer. Het is heel jammer dat het op deze manier moet natuurlijk, maar ja... Ze is er blijkbaar niet, we weten niet of ze op vakantie is of wat dan ook. Dus heel veel langer wachten heeft denk ik echt vrij weinig zin. Dus ja, nou, ze zal vast wel een keer terugbellen of iets in die richting. En dan spreken we jullie later weer. Ja, jawel, dit... Nee, nou, jawel, dit kan. Jongens, dit kan. Hallo kijkers van Harme Frode en welkom bij weer deze gloednieuwe opnamedag. Het is alweer opnamedag 2 van Harme Frode Vlog 100. Ik sta klaar op de plek waar ik gemiet heb, waar ik straks ga meeten met Guido, Leon en Tamer. Voor de volgende aflevering van Bonpakket Bij. En dat zien jullie ook allemaal nog in deze vlog. Ready? Absoluut. Let's go. Ik heb dit keer me beter voorbereid. Ik heb een verrekijker mee en ik heb een waterdicht bonpakket. Vast gaat regenen, dus... Ideaal, dat je zelfs je een heel huis kan laten ontploffen zonder dat het... ja, precies. Daar heb je Guido ook. Yo, Guido. Ready? Yes. Oh ja, jij bent trouwens ook mystery guest. Leon was al aangekondigd op mijn Instagram, maar... Daar is Tamar. Ja, Tamar daar. Moet nog komen. Daar. Hoi. Hakken. Je bent op tijd. Ik sta daar. Ja, het is ook een klok. Hey, hoi, hallo. Je vraagt je vast af, wie is dit meisje? Dit is Tamer. Met Tamer ben ik naar Schotland geweest en gaan we nu een bompakket bezorgen bij haar beste vriendin. Dus Tamer, kom er maar in. Het is echt kaulo mooi. Vandaag gaan we een geheim bompakket bezorgen bij Linde. Erin. Hoe spannend is dit, Harmen? Heel spannend. Je kan één persoon neerleggen en dan loopt de andere alvast weg. Ja. Zullen wij alvast weglopen? Zit je ook met een verrekijker daar? Wacht. Wacht, ik film wel zo. Dat was echt mijn special effect. Geef een anderhalve meter van je? Ja, natuurlijk. Uiteraard. Wij hoeven dat niet meer, wij zijn 18 min. Ja, okay. Je bent niet goed voorbereid, je had het concept beter moeten inlezen. Ja, moet ik bellen? Ja, maar video bellen. Verrassing. Ik zou zeggen, hoi oma. Nou, ik moet hoi niet, oma. Maar er is iets gebeurd. Nou, ik spelen en ik had een ijzeren pen. jij maakt dit hele concept tot een soort horrorconcept. Dat is het beste. Ja, ik film, dus ik kan niks. Okay. Sound and vibration. Waarom denk je dat ik vlogger ben? Ik heb gewoon geen talenten. Hoe moet dit? Anders dit wordt 100. Dit is vlog 100. Ja, daarom ben jij uitgenodigd. Ja, ik heb nog maar... Jij bent nog maar in 8 vlogs voorgekomen, ik al in 100. Nog maar in 8 vlogs, ik zeg gewoon in 10% van je video's dan. Bijna 8 is niet 10% van 100. Bijna 10%, ja. We hebben hier ook nog 8. Dat is niet waar. Wow, heel goed editen. Ik ben wel echt lekker, holy shit. Wat? Ik ben heel wit. Je bent heel wit. Ik weet niet wat dat is, ben ik echt zo wit? Nee, ik vat er niet. Doe er even een filter over. Ja, ik doe er wel een filter overheen dat je helemaal blauw bent. Ja. Heb je trouwens nog verzoeknummers voor deze vlog? Net als in de laatste vlog dat je daar ook buiten had. De lijntjes. Fame, die vond ik heel goed. Dat is mijn lievelingsliedje. Lekker man. Ja. Buiten de lijntjes. Ja. Oh, ik kan dit niet nadoen. Mis je dat? Ja, 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 ja. Nice. Dat was een soort van persoon die deed alsof hij mijn baas was, maar die had gewoon een profielfoto van een oude dikke man. Alleen Tamer mag erop. Ja. Stop nou. Ik ga echt een steen door eruit gooien. Interessant. Ja, dat doe ik wel vaker. Ja,
ik zit in dat is de... niet hoe het concept werkt. Hey. Linde, hallo. Wat is met jou? Ik zit nu alleen in een netwerkgesprek. Doei, druif. Stoppen, want die draad... Doei, dan met gauw. Wat? Hallo. Net op juist op de knolpower. Wat de fuck waar we aan het doen is. Doen, mag ik hier een freakvonk edit van maken? Ja. Wat? Hier gewoon green screen. Ik zie hier wilde dieren. Ik zie Linde. Laat mij. Zeg dat nog eens, Harmen. Nee, ik ben niet kindonvriendelijk. Wat? Dat zei ik helemaal niet. Ik praat hard, Harmen. Ik praat helemaal niet hard. Dit wordt een gaming video. Ja, maar gaming video's doen het erg goed. Zeker Brawl Stars. Back opening, 3 miljoen miljard kisten. Jongens, wat gaan we doen? Echt, ja, stap hiermee. Stop, dit is interessant. Ik ben camera. Nee, Tamo zegt ik ben camera. Blijkbaar was mijn Mentrix ook. Wat is hier interessant aan? Ja. Hij is Brawl Stars. Oh ja, Brawl Stars. Nee, stop hiermee. Stop hiermee. Ik ben cameraman. Ik stem voor aanbellen intensief. Ik bel er weer. 1 voor 1, allemaal aanbellen. Kom naar buiten. Ik bel er. Kom naar buiten. Dan blijf wij gewoon hier staan. Wat is harme irritant, jongens. Dit is de voicemail van Linde. Sorry. Ik kan ze even opnemen. Ja, als dat ook hebt. Niemand filmt verticaal. Dit kan ik echt niet gebruiken in mijn video. Mag, zal ik anders van vanaf de overkant filmen? Nee, want je moet het wel verstaan. Nee, jij moet het met de verrekijker in een hoekje staan. En nu is het klaar. Goedemiddag. Hey, hoi, hallo. Je vraagt je vast af, wie is dit meisje? Dit is Linde, ons target van vandaag, waar we samen met Guido, Tamar en Leon heen gingen. Goedemiddag. Ik krijg hier een beetje paniek. Hey, wat ga je nou doen? Waar loop je nou heen? Ik heb speciaal voor jou een bompakket voor je deur gelegd. Hoe is het met jullie? Goed. Ja, dat is goed, maar dat was het wel weer een beetje. Ja, dat dacht ik al. Nou jongens, hoe was de vlog van vandaag? Oké. Wil je met me trouwen? Wat is er? Nou, ik en Harmen hebben een vraag. Dit is Thijs. En Thijs probeert nu Lucas te overtuigen om ons te vertellen waar wij een verlaten gebouw kunnen vinden om in te breken. Ja, dat weet ik. Dit is Lucas. En die wil eigenlijk niet vertellen waar we moeten inbreken. Maar gaan jullie ook mee binnen of niet? Ja, of course. Ik heb niet veel. Natuurlijk gaan ze mee. Wij moeten om. Je vraagt je vast af, wie is deze jongen? En dat wist ik zelf eigenlijk ook niet, maar het blijkt het broertje van Lucas te zijn. Jongens, als Thijs in China woonde, dan was het reisdromein. Is dat vet? Ja, heel leuk. Oh, een dikke baan. Is dit niet gesloopt? Nee, maar ik hier kan je nog alles doen, hè? Met oh, wat ligt hier allemaal? Ja, van Pieter en nog. Het is allemaal deurklinken. Nee, er staat een nieuw weg hier. Oh, dan kunnen we een mooie. Oh nee, daar kunnen we hier niet uit. Ik weet het niet. Sjoe, we zitten hier vast. Nee, dat kunnen we via de normale. Volg gaan we een knipje door het raam gooien. Nee. Nou, ik vond vlog 82 was het. In de Hogwarts Express in Schotland vond ik sowieso het leukst. Ja, ik was natuurlijk met Harmen was ik daar en met de rest van mijn groep. Ja, ik vond het gewoon een super gezellige dag en ja, ik vond het ook een hele leuke vlog. Nou, en dan het leukste moment met jou, Harmen. Ja. Zoveel dingen meegemaakt, maar ik vind het eigenlijk nu ook wel gezellig. Ik heb net een lekker taartje gekregen. En ja, een beetje bij je praten, heerlijk weer. Nou, mijn favoriete moment van alle vlogs was vlog nummer 80. Dat was ook in Schotland. Dat was toen we de bergen in gingen beklimmen, de Ben Nevis. Dat was wel nou, een erg mooie vlog, vond ik. Natuurlijk de natuur in en was natuurlijk hartstikke gezellig. En mijn favoriete moment, ja, dat is natuurlijk wel gewoon hier, hartstikke gezellig. Lekker taartje, mooi feestje erbij. Hè. Dus hartstikke mooi. En we hebben een taartje, dus we zijn eigenlijk even Harmen Frode vlog 100 aan het vieren vandaag. Hoe gaat het met jou? Ja, prima. Lekker rustig, een beetje saai. Ja, nog veel gedaan sinds quarantaine? Niet echt bijzonder. Ja, gewoon alles, een gangetje, HBO voorbereiden. Oké, we zijn bij de ene laatste gast. Dat is Elise. Kan jij wat over jezelf vertellen? Ik ben Elise, ik ben bijna 17 jaar. Ik zit op dansen. En op dezelfde school. Ja, en ik zit op dezelfde school. Ja, dus we kennen elkaar ook via school inderdaad. En hoe gaat het nu met je in de hele tijd?
Het gaat wel goed, een beetje druk met school, maar voor de rest gaat het wel. Nog veel mensen afgesproken sinds corona? Nee, niet echt. Gewoon een beetje dezelfde. En tot dus David net. Jongens, dit is de... Wat moet ik hiermee? Dus eten. Ja. Goeie.